hoe ben ik schaapherder geworden? Eigenlijk was dat een jongensdroom. Ik werkte toen altijd op een groot schapenbedrijf al. En toen was er een sollicitatie dat ik schaapherder worden kon in Drenthe. En zo ben ik aan schaapherder geworden. Ja, wat is zo leuk aan schaapherder? Je bent wel heel vrij. Ik mag er graag alleen werken. Je werkt wel eigenlijk met heel veel publiek. Dat vind ik ook leuk. En ja, en schapen. Ik heb altijd hard voor schapen gehad. De lente is in aantocht. De eerste lammetjes van de Zwolse schaapskudde worden geboren. In de kraamschuur in Appelscha is het een drukte van belang. Want schaapherder Tjitse verwacht zo'n 100 lammetjes. Na een draagtijd van ongeveer 5 maanden komen de lammeren van het Schonebeker heideschaap meestal probleemloos en zonder hulp ter wereld. De ooi werkt meteen aan een sterke moederband met haar kind. Staat, nog wankel op zijn poten, gaat hij op zoek naar melk. De eerste melk die de moeder geeft is de zogenaamde biest. Dat bevat veel vitamine en antistoffen en is erg voedzaam. Niet alleen in Appelscha wordt hard gewerkt, maar ook in Zwolle. Bewoners van de multiculturele wijk Holtenbroek zijn erg betrokken bij hun schaapskudde. Gewapend met grijpers en zakken gaan jong en oud aan de slag. Zij maken met de buurt de uiterwaarden schoon en zwerfvuil vrij, zodat de schapen er veilig kunnen grazen. Het graasseizoen gaat beginnen. De schapen verruilen de warme stal in Appelscha voor het sappige Zwolse gras. De lammetjes gaan voor het eerst naar buiten. Er gaan veel makke schapen in een vrachtwagen. Maar heel makkelijk gaat het niet. Sommige geluksvogels hebben een plek met uitzicht. Ze zijn blij dat ze weer thuis zijn, op vertrouwde grond. Het seizoen wordt officieel geopend door de schapenwethouder van Zwolle, Philip van As.
En jullie ook. Maar dat doet hij niet alleen. Kinderen naar vorig jaar, hij krijgt hulp van leerlingen van de vrije school Michael. Nou, heb je het koud? Koud weer, hè? Zullen we gewoon snel naar gang gaan? Zullen de schuivers laten gaan? Kom maar, dan gaan we naar het hek toe. Allemaal een stukje van het hek pakken. En dan gaan we langzaam trekken. Trek maar open. Ja, hartstikke goed. Hartstikke goed. Nou, iets optillen, zo. Zo. Hartstikke mooi. Nou, en dan gaan we kijken wat er gebeurt, hè? Vanaf het zwarte water is te zien dat wij de schaapjes op het droog hebben. De gemeente Zwolle heeft een paar jaar geleden besloten gras in het Westerveldsebos en het Holterbroekenbos niet meer te maaien, maar te laten begrazen. Dit is goed voor de flora en de fauna. Beter voor de grond en voor de beestjes. Want schapen bepalen zelf wat ze lekker vinden en wat niet. Leen de Kleine gaat in Zwolle over het groenbeheer en vertelt. Het hele leuke van een schaapskudde is dat schapen net als mensen smaak hebben. Dus het ene vinden ze lekker en dat grazen ze ook tot de grond toe af. Het andere vinden ze niet lekker, eten ze niet of nauwelijks van. Dus je krijgt een heel ruig beeld eigenlijk van velden waar schapen hebben gelopen. Een veld waar een schaapskudde bezig is geweest, is dus nooit glad. Daar zitten ruige stukjes in van planten die ze dus eigenlijk niet lusten. En hele schrale stukjes van planten die ze heel erg lekker vinden. En je krijgt dus eigenlijk een soort mozaïekpatroon in zo'n veld van ruigte en schrale stukken. En daar streven we eigenlijk nu meer naar op bepaalde delen. He, want juist in die ruigere stukken, daar kunnen insecten, muizen, amfibieën en dat soort diertjes, kunnen daar dus heel makkelijk overwinteren en een cyclus ook rondkrijgen. Als er één schaap over de brug is, volgen er meer. Sinds 2 jaar grazen de schapen ook in Stadshagen. Niet alleen de weidevogels zijn er blij mee, ook de bewoners in Breekamp Oost. De schapentrek door Stadshagen zorgt voor veel bekijks. Tweede Pinksterdag is het schaapscheerdersfeest bij boerderij De Klooienberg, de thuishaven van de kudde. Van ver weg en dichtbij komen mensen kijken naar het scheren van de schapen en doen mee aan de activiteiten. Zoals wolspinnen of dekens maken. Thank you.
Brrr. Het is best frisjes onder jas. Onze schapen zijn ambassadeurs van de stad. Als er een mogelijkheid is, worden ze ook wel ingezet bij officiële programma's. Zoals de opening van de Harmsmeegekade. Daarnaast is de kudde ook te zien op de muren van de nieuwe spoortunnel. Naast de ecologische waarde heeft de kudde ook een educatieve waarde. Veel basisscholen bezoeken de kudde gedurende het graasseizoen. Herder Tjitse vertelt van alles over het herder zijn, de schapen en zijn hond. Nou, in de laatste commando, ik ga liggen. Ja, wat anders, door de herken. Mooi, applaus voor jezelf. Volgens de leerkrachten is het een leuk en leerzaam maatje. Kijk maar. Away, lie down. Kom bij. Nu gaat hij linksom. Kom bij, nu komt hij hier bij het water, komt hij hier. Opperin. Lie down. Nou, Jim heeft dan lie down. Links, rechts, ga meer naar links, ga meer naar rechts. En look back. Dat er een keer een schaapje staan blijft, verderop, moet je hem omdraaien om dat schaapje op te zoeken. En walk on, steady. En get in. Get in is sneller naar de schapen toe. Dat de schapen in beweging komen. Nou, wie heeft er een vraag? Niet allemaal tegelijk, je krijgt allemaal een kans. Waarom hebt u deze ding? Waarom heb ik dat ding? Eigenlijk een stoel. Zo, dat is mijn stoeltje. En ook nog wat anders voor de schapen. Juist. Nou, dit is een vangstok. Dat ik dat bij de schapen doe. Zo, vinden jullie dat allemaal zielig? Dat is niet zielig. Want dat ik ze niet met de stok moet, dan moet ik bij de wol pakken. Dat doet veel pijn er. Of niet? Dus pak ik hem zo. En dan trek ik hem aan en dan kan ik hem vastpakken. Dit is een haakstok voor de been. Dus hangt achter daar. Achter zijn knie haak ik die stok en dan trek ik hem aan. En dat doet helemaal niet pijn bij het schaap. Hij wil gehaaid worden, zegt hij. Na het vragenrondje mogen de kinderen de schapen aaien en knuffelen. Ja, hè? Net zodat het schaap geschoren is, hè? Breekamp Oost slaapt nog. De schapen worden langzaam wakker in de stille wereld.
Ook het Westerveldse bos is een oase van rust. Waar de schapen zich ongestoord te goed kunnen doen aan distels, klavertjes, gras, brandnetels en ga maar door. Jim is het hard werken. Hij brengt de kudde bij elkaar en houdt de wacht. Jim luistert goed naar tjitsen. Het drijven van de kudde is een samenspel tussen hond en herder. Met mijn honden moet ik uiteindelijk het werk doen, want zonder honden... ik denk dat ik nou ook geen schapen meer had. Ik doe het nou meestal met één hond, met Jim. Die is echt daar zo goed op afgesteld, zeg maar. Zonder die hond kan ik niks. Jim is eigenlijk als jonge hond is hij meegelopen met een oudere hond, zeg maar. En de eerste commando's had mijn vriendin Ellen, die had dat erin gemaakt, zeg maar. Die leert de eerste commando's een beetje. En toen is hij echt voor de leeuw gegooid. En Jim is een hele slimme hond. Maar dat is ook dat er een padje is. Hij hoeft maar één keer heen en weer over het pad heen te sturen. Dan weet hij al, die schapen mogen niet over het pad. Dan hoef ik al niks meer te zeggen, want dan haalt hij ze meteen zelf alweer van het pad af. Jim is een Engelse ras. De Border Collie is een Engelse ras. Maar Jim is hier gewoon in Nederland geboren. Die heb ik zelf gefokt. Maar ik train mijn honden allemaal in Engels. Ik zeg, dat je twee honden bij hebt. Dan kun je beter één in Engels en één in Nederlands trainen. Maar dan kom ik zelf in de war. En daarom train ik ze allemaal op dezelfde commando's. Vanuit de lucht is mooi te zien hoe de kudde beweegt en de hond zijn werk doet. Thank you.
Omdat Zwolle graag een bijdrage wil leveren aan het ecologisch groenbeheer, zijn ze in 2008 gestart met een schaapskudde voorzien van herder en honden. Dat in Zwolle loopt, is een bijzonder en zeldzaam ras. Het Schonebeke heideschaap. Er is niet zomaar voor dit ras gekozen. Leen de Kleine vertelt... Zwolle heeft besloten om met een kudde Schonebeke heideschapen in zee te gaan, omdat het Schonebeke heideschaap eigenlijk een bedreigd schapenras is. Daar zijn er niet veel meer van. En wij vinden dat het een stukje meerwaarde heeft om juist een zeldzaam... schapenras te gebruiken voor de begrazing. Terwijl een Schonebeke heideschaap hier eigenlijk in dit gebied goed moet vreten. Hè, want we zitten hier over het algemeen op laagveen, hè, dus heel veel plantengroei. En daar hebben we een schapenras nodig die goed kan vreten, hè, want daar gaat het uiteindelijk om. Maar ook daarnaast eigenlijk toch een oerras is dat we toch proberen ook in stand te houden. Als de avond valt... en de kudde te ver weg is van een wijkboerderij in Holtebroek, overnachten de schapen in het veld. Eind november. Tijd voor de schapen om weer te vertrekken naar Appelscha. Om bij te komen van de belevenissen en zich voor te bereiden op weer een nieuw seizoen in Zwolle. Lily, deze schapen.